Het is mooi om te zien hoeveel vrijwilligers en ook organisaties die vooral draaien op vrijwilligers we eigenlijk hebben in de stad. Want ja, zonder die vrijwilligers zou het ook allemaal helemaal niet draaien. Zeven zijn genomineerd. Wie van hen wordt straks gefeliciteerd? En waarom verdienen zij dan die prijs? Ik vertel het u graag op mijn eigen wijs. Met veel plezier mag u mededelen dat de winnaar van de organisatieprijs 2018... met bijna net zoveel vrijwilligers als muziek door kan gaan voor Gebroeders de Nobel. Boukje en Ruud van Gebroeders de Nobel, gefeliciteerd. Jullie hebben de organisatieprijs van de Leidse Vrijwilligersprijs gewonnen. Wat vind je ervan? Ja, geweldig. Hartstikke leuk. We hebben nog nooit de prijs gewonnen. Volgens mij wel eens een keertje een nominatie voor de Zilveren Veer. Met het LVC nog. Maar met de Nobel hebben we nog geen prijs gewonnen. Boukje, wat doet de Nobel voor zijn vrijwilligers? Oh, van alles. Vrijwilligers die krijgen sowieso een consumptievergoeding en mogen gratis naar binnen bij sommige evenementen. En daarnaast bieden we opleidingsmogelijkheden. Dus we bieden verschillende trainingen, IVA, EHBDU, BAV. En we doen heel veel aan gezelligheid. Ik moest nog net heel eventjes wachten totdat de camera klaar was. Want u moet weten, alles wordt vastgelegd en alles komt terug op de website van Sleutelstad. En zoals jullie ook weten gaat Sleutelstad ook de lokale omroep worden, als ik het goed zeg, van de gemeente Leiden. Ja, u zult begrijpen dat ik geen enkele politieke ambitie heb. Maar ik weet wel waar het hiernaast over gaat. Dat is over de Leidse Vrijwilliger 2018. En de politiek komt daar niet uit. Het was voor ons ook dramatisch dit jaar. Maar de winnaar van dit beeldje, wie is vrijwilliger 2018 van de gemeente Leiden? Dat is Nico. Nico Rijsbergen, je bent de vrijwilliger van 2018. Je hebt de vrijwilligersprijs gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dat is fantastisch. Dat had ik nooit verwacht. Ik had het wel gezegd van, waar blijven jullie? Maar ja, de dames hebben het ook fantastisch gedaan. Dus ja, ik denk, nou, dat wordt hem niet. Maar... En nu? En nu? De prijs is binnen. Ga je nou stoppen met vrijwilligerswerk? Ik scheid er gelijk mee uit. Nee. Ik zaterdag Band of Liberation. Mevrouw Mok Scheffer kwam vroeger alweer op de 21ste tijd tot om wat te doen. Maar het wordt ook wel tijd om weer even uit te rusten. Want het is best wel een heftige periode geweest. En je voelt ook wel dat je wat ouder wordt. Ja, en dan moet je ook even een paar dagen bijkomen.